Schoonvader en schoonzoon. Hij gaat scoren. Erik Meijer. 2-0 over nu. De VVV blieft Eredivisie. Ja, lange lieden, ja, vind ik ook. Maar dat is ook wel nodig, want het gaat natuurlijk om verhalen uit de oude doos. Hè, en welke spelers of trainers of mensen in Limburg zijn natuurlijk zijn belangrijk voor je geweest in je carrière. Je hebt vorige week bijvoorbeeld Dick Nanninga erin gezet en Frans Keurveld erin gezet. Maurice, wie zet je er vandaag in? Tidjani Babangida. Oh, waarom? Ja, die is voor mij heel belangrijk geweest. Als hij er niet was geweest, denk ik dat mijn voetbalcarrière heel kort was geweest. Want zoals ik wel eens gezegd heb hier aan tafel, ik was zo zenuwachtig dat voor iedere wedstrijd moest kotsen, moest overgeven. En ik werd door het eigen publiek al eigenlijk uitgefloten, uitgelachen. En toen kwam Babangida op 16, 17-jarige leeftijd naar VVV. En ja, die ging er letterlijk 6-7 voorbij. En voor die keeper legde hij hem iedere keer nog even opzij. En ik ging scoren, want ik wist wel waar ik moest zijn voor de goal. En ik ging scoren en dan krijg je een beetje vertrouwen. En uiteindelijk kun je ook het overgeven achterwege laten. En ga je iets relaxter het veld in. Niet met het idee van, als ik maar geen fout maak, maar oh, we gaan lekker ballen. Ja. En dan zien de mensen bij tijd en wijle dan dat je ook kan voetballen. Dus ja. En zo word je topscorer alle tijden van VVV. Ja, dat seizoen om te beginnen topscorer in de eerste divisie. Dus dan zet je je eerste stap, echte stap, in het betaald voetbal. Maar ik heb wel een mooie anekdote over Babangida bij Roda. Want ik kwam bij Roda JC na VVV ook weer tegen. En toen werd hij op een gegeven moment aangehouden. Want hij had het rijbewijs had hij in Nigeria gekocht. Het was een internationaal rijbewijs. Maar dat was hier niet geldig. Dus hij moest weer gaan lessen hier. Dus hij was aan het vertellen in het kleedlokaal. Dus ik zeg in het kleedlokaal, een hele groep erbij, Huub Stevens trainer. Dus ik zeg maar, Baba, heb je dan wel een fietsbewijs? Hij zei, Maus. Hij noemt me, Maus, wat fietsbewijs? Ja, ik zeg, als je hier fietst, zeg, daar hoef je niks voor te doen. Maar je moet bij de politie wel een fietsbewijs gaan afhalen. Anders mag je hier niet fietsen. En iedereen speelde dat spelletje mee. Ja, Baba, je moet echt naar het politiebureau. Tussen de middag werden we gebeld door het politiebureau. Wie heeft Babangida gestuurd voor fietsbewijs? Ooit nog eens contact mee eigenlijk? Ja, vooral via de Messenger, via Facebook. Oh ja. Ja. Gaat goed met hem. En heel af en toe komt hij nog naar Nederland en dan probeert hij vaak ook even naar het zuiden af te zetten. Ja, dan neem hem een keer mee hierin. Dat is mooi. Dat is een goeie voor in de Hall of Fame. Reginald? Pierre Vermeulen. Ah. Dus eerst Dick Nanninga en nu Pierre Vermeulen. Twee Roda JC-iconen. Maar ik heb met z'n alle twee gespeeld in 1984, 85. Met Dick nog een jaar daarna. Toen bij MVV, hè? Bij MVV. Ik zat met Van Marwijk laatst naar het Jacques Coole-toernooi in Kerkrade. Ik zag de foto, fantastisch. Ja, zo leuk. En toen zegt Bert, dat zou niet meer mogelijk zijn. Als je nu twee echte iconen hebt van Ajax of Feyenoord, die zouden alle twee wisselen. Ik heb me naar Berghuis, die heeft toen ook heel veel plezier van zijn wisseling gehad. Maar Pierre die wandelde langs tegenstanders. Ik maakte toen mijn enige doelpunt. Die zit ook in de leader, geloof ik. Pierre ging die van Aalen gewoon wandelen 3-4 keer voorbij. En Annie gaat zitten tegen mij, ga naar de eerste paal. En ik deed allemaal wat ze zeiden. Krijg hem op mijn punt en ik ging erin. Maar Pierre vooral, we zijn daar dus vorige week, twee weken geleden geweest. Hele introverte man met een heel aparte humor. Die ging dan in één keer door de kleedkamer, ging die schaatsen. En dan ging die weer zitten. En dan keek hij erin verbaasd aan. Of hij stond op en dan ging die gele kaarten uitdelen. Maar was heel introvert. Roken. Genie op het veld. En we zagen hem dus vorige week dementerend. Maar dan zie je ook de voetballerij, de kracht van de voetballerij. En je blijft collega's voor het leven. Dus dan loopt daar iemand langs. Ik ken er natuurlijk niet veel mensen in Kerkrade. Dus op een gegeven moment zei hij tegen Pierre, wie is dat? Ja, Raji. Dat weet ik ook niet meer, Ik zeg, Pierre, dat ik dat ook de hele tijd aan jou vraag. Godverdomme, je bent dementerend. Nee, zegt hij, weet je wat het is? Weet je wat ik vergeten ben? Al mijn nederlagen. Ben ik allemaal vergeten. Dus je zit er wel heel veel humor in. Ik geloof dat persoonlijk, in zijn dagelijks leven, heeft hij het daar wel heel moeilijk mee. Ja, zo snel als hij bij de voetballerij komt. Theo de Jong liep daar rond. Ja, Van Marbe liep daar rond. Nog wat liep daar rond. Ja, goed, dan voelt hij zich wel op zijn gemak. En dan wordt ook door iedereen dan op handen gedragen. Maar ja, je gaat van Feyenoord naar MVV. En dan denk je, ja, wat ga je hierna doen? Nou, dan ga je naar Paris Saint-Germain. Ja. Dat was toen een springplank blijkbaar. En daar heeft hij nog een aantal topjaren gehad. Ja, hij is kampioen geworden met Paris Saint-Germain. Kampioen met Feyenoord, met Cruijff toen. Hè? En wij eindigden met Hughes één plaats boven de degradatieplaats. Ja. En dan ga je als Vermeulen naar een topclub in Frankrijk. Ja, zie maar wat. Maar prachtige vent, prachtig talent. En ik hoop dat hij toch nog een paar mooie jaren heeft, ondanks zijn aandoening.
Goed, terecht dank je. Ja. Danny, tot slot, wie zet jij erin? Ik kom uit Bert van Marwijk. Nou, daar ben ik zo benieuwd waarom. Ja, snap ik ook niet. Het heeft met Feyenoord te maken, denk ik. Ja, toen ik bij Feyenoord in de jeugd zat en een beetje mocht gaan ruiken aan het eerste elftal, dat je in een voorbereiding af en toe eens een keer mee mag of als ze iemand op de training nodig hebben, dan maakten wij de overstap van Varkenoord naar het eerste. Dat toen was hij de trainer van Feyenoord. Dat was in de periode dat zij de UEFA Cup wonnen met Feyenoord. En toen, een paar jaar later, was ik ondertussen teruggekocht door Feyenoord van Groningen. En toen in mijn tweede jaar bij Feyenoord werd hij de trainer. Dat was ook het jaar dat we de beker wonnen. En na dat jaar werd hij, geloof ik, bondscoach van het Nederlands elftal. En ik kan mij gewoon herinneren dat we volgens mij ook hier in de regio een paar keer gespeeld hebben toen met Feyenoord. Waarschijnlijk omdat toen woonde, verbleef, zijn roots hier had. Hij heeft het denk ik enorm goed gedaan in die periode voordat hij naar Feyenoord ging bij Fortuna. Dat was natuurlijk een ongekende prestatie. Ik was toen wel wat kleiner, maar wat je er nog een beetje van kan herinneren en wat je af en toe voorbij ziet komen op tv. En later heeft hij natuurlijk, als je naar zijn trainerscarrière kijkt, wat hij ook na Feyenoord voor clubs nog gehad heeft. Bondscoach, WK-finale. Dus gewoon een hele goede trainer met een enorme staat van dienst. Maar ook gewoon, vond ik, een heel fijn en prettig persoon. En als trainer nu, heb je wel eens contact met hem? Of heeft hij op een of andere manier nog invloed op jouw carrière gehad als trainer? Ik heb geen direct contact met hem. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben, dat als speler met een trainer, uiteindelijk pik je van elke trainer wel iets op en van de een wat meer, omdat je daar wat meer een klik mee hebt of wat meer binding mee hebt. Maar dat Bert van Marwijk voor het Nederlandse trainerschilde een enorme betekenis heeft gehad, dat is wel duidelijk. Ja, goed. Dan kijken we nu, dankjewel daarvoor. Dan kijken we nu even tot slot naar de Hall of Fame, zo na 2 weken. En het ziet er dan eigenlijk toch wel heel erg mooi uit met Frans Curver en Dick Nannega. En alle mensen die we vandaag, Bamogida, Pierre van Meulen en Bert van Marwijk.